Kijk naar de wintersportweersverwachting van Snowplaza. Gisteren was het schitterend weer in het Alpengebied. Vooral op de hoge pistes scheen de zon volop. Was de sneeuwkwaliteit perfect. In sommige dalen was het nevelig en mistig. Vooral aan de Italiaanse kant van de Alpen. Ook vandaag en morgen houden we nog schitterend weer in de Alpen. Maar we zien wel heel langzaam de temperatuur oplopen. Verse sneeuw gaat er zeker niet vallen. Die temperatuur wordt na het weekend echt een probleem. Want dan gaat het feunen. Vooral aan de noordkant van de Alpen. Daarover zometeen meer. Vandaag in de Franse Alpen schitterend weer. Flinke zonnige periode op 1500 meter, misschien wat lichte dooi, maar op de hogere pistes is de sneeuwkwaliteit perfect. Ook in Zwitserland volop zonneschijn, droog weer en temperaturen die op 1500 meter iets boven het vriespunt uit kunnen komen, maar vanaf 2000 meter en hoger is het genieten van veel zon en hele goede sneeuwkwaliteit. In de Italiaanse Alpen, dan nou vooral de Dolomieten en Zuid-Tirol, is het ook zonnig. Maar daar is het een stuk warmer, kan het op 1500 meter stevig dooien. Moet je soms echt tot boven de 2000 meter komen om temperaturen onder nul te houden. En ook in Oostenrijk en de Duitse Alpen zijn de temperaturen wat hoger dan elders in het Alpengebied. Morgen opnieuw een flinke zonnige periode, droog weer, weinig wind. Heel mooi weer, prima weer ook om naar huis te rijden. Temperaturen op 1500 meter vaak wel iets boven het vriespunt. Boven de 2000 meter zijn de omstandigheden prima. Skiën tot diep in het dal in Oostenrijk wordt dus wel wat lastiger. En dat geldt ook voor zondag, ook al veel zon en oplopende temperaturen. Na het weekend wordt het nog zachter.